Welkom op de vierde editie van de studiecursus die door België Student Platform wordt georganiseerd. Wat is uw eerste indruk van vandaag? Het is een goed concept dat je jonge mensen, studenten die in de school gezeten hebben, dat je die zelf aan het woord laat, hoe zij de universiteit, de hogeschool ervaren. En op die manier mensen die aan de vooravond staan om een keuze te maken, die toch de rest van hun leven mee zal bepalen, dat zij die op die manier rechtstreeks uit de eerste hand informatie geven, dat is een goed concept. Denkt u dat deze studiekeuzebeurs een meerwaarde heeft aan studenten of toekomstige studenten? Ik denk het wel, omdat die zich op meerdere manieren moeten informeren. Je hebt de studiekeuzewegwijzer, je hebt bezoeken aan instellingen, je hebt de leerkracht die informatie geeft. Maar het is toch belangrijk dat ze met oude leerlingen van hun school, eigenlijk die nu studenten geworden zijn, ergens anders, dat ze rechtstreeks contact kunnen hebben. En op die manier krijgen ze weer een andere invalshoek. En als je op meerdere manieren vanuit verschillende invalshoeken informeert, op die manier kan je de juiste keuze maken. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat je een juiste keuze maakt. U kent ondertussen al de activiteiten die door België Student Platform worden georganiseerd. Wat vindt u van deze activiteiten? Goed, ze zijn sportief, ze zijn gericht op het intellectueel uitdagen, ze zijn gericht op het helpen om te kiezen. En dat is zeer goed dat dat gebeurt. Als u bij België Student Platform in 3 woorden zou moeten beschrijven, welke woorden zou u kunnen gebruiken? Nieuw, innovatief en enthousiast. En verrassend misschien ook. Wat waren uw verwachtingen van vandaag en zijn die ook uitgekomen? Ik wist niet goed wat ik ging verwachten. Ik wist dat ik naar een studiebeurs ging komen. Hoe dat er ging uitzien, dat wist ik niet. Je komt ook om te leren, ik heb gezien. En het lijkt me wel goed te zijn. En de mensen waren enthousiast. En dat is toch heel belangrijk, denk ik. Hè? Want als ze enthousiast zijn, maken ze ook de juiste keuzes. In het kader van hervormingen van het secundair onderwijs had u een uitspraak gedaan over middelbare leerlingen die op een jongere leeftijd geconfronteerd moeten worden bij het maken van de juiste studiekeuze. Daarom hebben wij leerlingen vanaf het derde jaar uitgenodigd, die nu ook aanwezig zijn, om hen nu al te helpen bij het vormen van een beeld voor later. Wat vindt u van dit initiatief? Dat is goed. Ik denk dat we bij de hervorming veel meer aan leerlingenbegeleiding moeten doen. Een studiekeuzeoriëntatie die over meerdere jaren loopt. En niet zoals het heel vaak geval is, pas op het einde van het middelbaar of het secundair onderwijs men daarmee bezig is. Eigenlijk is het een proces dat al heel veel eerder moet beginnen. En op die manier kan je dan ook, als je wilt doorstromen naar het hoger onderwijs, de juiste keuze maken welke richting het best bij jou past. En dan kan je ook verschillende mogelijkheden zien en die op verschillende manieren informeren. Uiteindelijk kan je maar weten wat er is als je alles hebt gezien. We bedanken voor je komst en ik hoop dat we jullie nog volgende jaren terugzien. Met heel veel.